van, jawel, de 30e feestelijke editie van Horeca Expo. Want de volgende dagen gaan wij ongetwijfeld met z'n allen ons roemen vanwege de fantastische troeven die wij allemaal hebben in de sector wat wij kunnen bieden op vlak van eten en drinken. Maar het komt erop aan om die boodschap ook meer buiten deze muren te gaan uitdragen. Als Belgische Brouwersfederatie hebben wij van de volledige biercultuur in 2016 kunnen laten erkennen als een UNESCO werelderfgoed. En ik wil dan ook al mijn collega's en alle leden brouwers bedanken dat wij vandaag hier staan en dit in ontvangst mogen nemen. Met Easy Mixes kun je op een heel makkelijke manier kan je leuke dingen brengen, leuke mocktails die ook naar aciditeit ook nog heel goed in balans liggen. Volgende week naar het Culinary World Cup in Luxemburg. En vandaag is de generale repetitie. We gaan de service geven voor 70 mensen, 3 gangen. We hebben een jaar getraind, de laatste maand heel intensief. En vandaag was het eigenlijk de belangrijkste dag, omdat we echt vandaag moet alles juist zitten, dat we volgende week echt goed kunnen scoren. Dat betekent duurzaam de kortste keten. En de kortste keten, dat betekent bij ons dat onze varkens gekweekt worden bij Mieke op de boerderij in Zwalm. Dat wij alle producten zelf verwerken en dat we die rechtstreeks tot bij het gebruikerspunt, zijnde de horeca-uitbuiter of de slager, dat we die daar rechtstreeks aanleveren. Omdat op die manier die passie en die liefde voor het vak in eerlijke producten en in smakelijke producten zich vertaalt.